Ik ben Margreet Vroom, dierenarts, specialist dermatologie. Dat wil zeggen dat ik eerst diergeneeskunde heb gestudeerd en daarna 4 jaar aan de Universiteit van Utrecht dermatologie heb gedaan. Na die tijd ben ik hier terechtgekomen in Oostenrijk. Wij zijn hier een tweedelijns kliniek. Dat wil zeggen dat de dierenarts honden en katten naar ons verwijst. En ik zie dan de dieren die huidklachten hebben, oorklachten en jeuk. Je hoort momenteel veel over allergieën, maar kunnen dieren nou eigenlijk ook allergieën hebben? Ja hoor, wat een mens kan krijgen, dat kan een kat of een hond ook krijgen. Allergieën komen veel voor bij de hond en de kat. We hebben de voedselallergie, dat wil zeggen dat een dier allergisch is voor iets in de voeding. Dat kan zowel bij de hond als de kat voorkomen. We hebben allergie voor zaken die je op de huid krijgt, dat zijn graspollen, boompollen, we noemen dat ook een hooikoorts. We hebben allergieën voor vlooien, voor parasieten, de vlooienallergie. En we hebben de contactallergie, dat komt eigenlijk alleen maar bij de hond voor. De hond ligt dan op een bepaalde plek, op de grond, en dan komt er een stofje, een schoonmaakmiddel, in contact met de huid. En dan kan een reactie geven op de hondenhuid. Bij poezen komt dat eigenlijk niet voor, want die hebben zo'n dicht vachtje, zijn zo goed beschermd, dat die geen contactallergie kunnen krijgen. Dus allergieën komen wel degelijk voor bij de hond en de kat. Zou je specifiek eens wat kunnen vertellen over de allergie bij de hond? Nou, bij de hond hebben we bijvoorbeeld een voedselallergie. Die komt behoorlijk veel voor. Die hond kan allergisch zijn voor iets wat hij te eten krijgt als een snoepje. Dat kan een stukje kaas zijn waar hij niet tegen kan. Of een beetje melk, of ook karnemelk. Dat kan ook de hondenbrok zijn. Dat kan ook de boterham zijn. Wij noemen dat voedselallergie. We moeten eigenlijk praten over verkeerde reacties op het voer. En dan krijg je een heleboel verschillende beelden. Het is heel vaak jeuk. De jeuk kan over het hele lichaam zitten, maar de jeuk kan dan bijvoorbeeld ook alleen op de rug zitten. Dan lijkt het op vlooienallergie, maar dat is dan niet zo. De jeuk kan ook alleen op de buik zitten. En sommige honden hebben bijvoorbeeld alleen maar een oorontsteking, die maar niet over wil. Dus voedselallergie kan zich op heel veel verschillende manieren uiten. Het komt eigenlijk op het hele leven voor. Dus bij dieren vanaf een paar maanden oud tot dieren van 12, 13 jaar oud kunnen allemaal voedselallergie krijgen. De andere allergie is de atopie, de hooikoortsachtige allergie, die is ook veel voorkomend. Komt meestal voor tussen een half jaar en 3 jaar leeftijd. Dat wil zeggen, dan ontstaat die allergie. Die allergie is vaak in het begin spontaan fluctuerend, dus seizoensgebonden. En later wordt die meer constant. Maar helaas, bij sommige honden is die gelijk constant, bijvoorbeeld als de hond allergisch is voor huisdoorheid. Hoe ziet dat eruit? De dieren likken vaak aan hun pootjes, gaan met hun voorpoot langs hun snuit wrijven. Ze kunnen krabben, ze kunnen op de rug rollen en hebben ook vaak een oorontsteking. Kortom, die twee allergieën gaan enorm op elkaar lijken. En als dan een hond binnenkomt met jeuk en oorontsteking en die likt aan de pootjes, dan heb je als dierenarts echt geen idee wat dat kan zijn. Dus daar moet je onderzoek voor doen. En bijvoorbeeld de voedselallergie, om die te ontdekken, gaan we speciale diëten voorschrijven. Of inderdaad juist allerlei extra voederadditieven, dus lekkere hapjes, weg voor de hond. En kijken of die dan beter wordt. En als we dat dan weer geven aan de hond en de klachten komen terug, weten we, ja, deze hond heeft allergie voor dat brokje of dat koekje. We kunnen bij de allergie, de atopie, zo noemen we dat, die hooikoortsachtige allergie, kunnen we allergietesten doen. Daar zijn verschillende methodes voor. We kunnen daar bloed voor afnemen en dan gaan we in het laboratorium gaan we kijken waar een dier allergisch voor is. Maar we kunnen ook een allergietest doen. En daarvoor moet ik eigenlijk even naar de koelkast lopen, want dan loop ik natuurlijk uit beeld. Dat was niet bedacht. Dit is een voorbeeld van allerlei verschillende stofjes. Die staan in de koelkast, want anders zijn ze niet lang houdbaar. En elk spuitje is een apart stofje. Dus we hebben graspollen, we hebben boompollen, huisdofmijten, maar ook kanarie, parkiet, paard, dons, konijn, noem maar op. En als we dan weten, met behulp van de bloedtest en met behulp van de intradermale prikkentest, voor welke stoffen de hond allergisch is, dan zijn er een aantal dingen die we kunnen gaan doen. Eén is het stofje proberen te vermijden. Stel dat de hond altijd op een dekbed ligt en hij is allergisch voor dons en het dekbed gaat weg, kan het zijn dat de hond helemaal opknapt. We kunnen de lichtplaatsen veranderen en huisdofmijten gaan bestrijden. We kunnen ook de hond gaan behandelen met de stoffen waar hij allergisch voor is. Dat zijn prikjes.
dan gaan we de hond inspuiten met de stoffen waar hij allergisch voor is. Dat gaat meestal de eigenaar zelf doen. En dan moet hij elke 2, 3 of 4 weken de hond een klein prikje geven. Dat doet niets hier, heeft geen bijwerkingen. En zo probeer je dan de hond immuun te maken voor de stoffen waar hij allergisch voor is. Je kan natuurlijk ook met medicijnen de jeuk onderdrukken. Maar medicijnen kunnen altijd bijwerkingen hebben. Dat hoeft niet, maar dat kan wel. Dan hebben we tenslotte nog de vlooienallergie. Nou ja, die gaan we natuurlijk gewoon heel simpel behandelen met een hele goede vlooibestrijding. En als er een huidontsteking bij is, moet de huidontsteking bestreden worden. De contactallergie is wat lastiger, dan moet je uitzien te vissen. Waar is de hond dan allergisch voor? Dat kan je doen met allerlei plaktesten, maar dat is niet leuk voor de hond en nog minder leuk voor de baas. Want dan moet hij 3 dagen een heel pakket van zwachtels om zich heen hebben, dat hij niet gaat wrijven en verschuiven. En dan ga je na 3 dagen kijken waar hij naar plekken heeft en dan moet je stukjes huid wegnemen en dan gaan kijken wat dat allemaal oplevert. Heel gedoe. Dus meestal ga je kijken van wat ligt er bijvoorbeeld op de vloer, met welke stoffen wordt er schoongemaakt en kunnen we daar iets aan veranderen. Want de contactallergie is heel typisch, dat zit altijd aan de onderkant van de hond, daar waar geen haren groeien. Dus dat is een heel ander beeld als de voedselallergie of de atopie. Kortom, allergieën kunnen vreselijk op elkaar lijken en je moet daarom heel goed de hond onderzoeken om de juiste allergie onder water te houden.